Ja, ik is vader Uwis. Ik is boerling van Vredendaal. Ja, ik is geboren in 1932. En ik heb mijn ouders, mijn ma was van Vereinsdorp en mijn pa was van Rietpoort. Ja, en ons het, ik was de oudste kind. En dan heb ik nog een broer na mij, twee broers eigenlijk, allebei al gesterven. Zo, ik is de enigste overlevende kind van mijn ouders. Ja, en ons is in Vredendaal geblei, ook maar zo op een klein hoeve. Omtrent, dat was nog een geheugen daar die tijd. Toen ik mijn verstand kon krijgen, zeker in 1937, toen blei ons daar recht over op het Zwaanpad, recht over de opstal van meneer Pieter Colijn. En goed, maar ik had eindelijk daar van daar die plekje waar ons geblei het in die dorp, dat ik ver genoeg school toe gegaan, naar ver genoeg zijn primaire school toe, wat bestuur was door die katholieke kerk, Rooms-Katholieke kerk. In 1939 het ek skool toe gegaan. Vader Uwis is ver genoeg deel van Vredendaal? Is het een... Nee, dat is een plaas. Een gebied of een plaas? Is een plaas, soos ja. Een plaas, ver genoeg ja, plaas, is wat plaas. Binnen Vredendaal is. Ja, ja, maar het behoort aan die Rooms-Katholieke kerk. Nou, soos ek sê, ek het in 1939 het my ouders my skool toe geneem en ver genoeg. En ja, ik heb natuurlijk, daar was andere kinders ook wat samen met mij begin het in daar die tijd. En ons het maar zo een oude opstal uit ons klas gekregen. Die onderwijzeres was Mrs. Goodham en haar man, meneer Goodham, was die principaal van die Rooms-Katholieke kerkschool en ver genoeg. Zo, dit was maar het begin geweest, het was bijna eenvoudig en primitief, maar dat was toch doeltreffend. Dat was rechtig doeltreffend, want die man en zijn vrouw was allebei gekwalificeerde onderwijzers. Hij had die hoorstandards behartig en zij had die substandards tot standaard 1 behartig. Zo, ik kan daarvoor dankbaar wees. Zoals u allemaal weet, in datzelfde jaar van 1939, toen breek die Tweede Wereldoorlog uit, in september. En dat was natuurlijk voor die ganse wereld een skok en een verschrikkelijke oomblik om nou die toekomst binnen te gaan, waar die Tweede Wereldoorlog dan nog gewoed het tussen Duitsland in Engeland, zoals u weet, Duitsland en zijn vennoten of alliantie vennoten en die Engelse en zijn alliantie vennoten. Zo dat het ons allemaal getref, zoals een bom, zo te zeggen, figuurlijk. Maar ons het niks daaraan kon doen, nie, behalve dat wij van ons mans moest naar die oorlog toe gaan, was opgeroepen om te gaan vechten samen in Engeland. En dit het natuurlijk skokgolwe deur die gemeenskap veroorzaak in die sin dat die mans nou weg is en die vrouwens moest alleen omsien naar die kinders en so voort. Gelukkig, my pa was nie opgeroep nie en so kan ek die Here daarvoor dankie sê dat hy tenminste kon by die huis wees om my met my ma groot te maak. Goed, ek het soos die jaar aangegaan het. Soos ek sê, in 1939 het die oorlog begin, maar ons het toe maar moes lewe saam met dit, het is een gegeven, ons kon niks daaraan doen. As kinders het ons ook maar net gehoor wat die groot mense vertel, maar ons self het mis nou nie enige aksie gesien. Maar om voort te gaan, dit was moeilike tye.
Dit was in ver genoeg was het moeilijke tye en die in die dorp Vredendaal was het moeilijke tye. Die boerderij het moes aangaan met baie van die werkers wat moes naar die oorlog toe gaan. So dit het knijpende tekorte meegebring. Knijpende tekorte meegebring in voedselproduksie. Maar so dus al minder en minder kon lewe van die plaasprodukte. Maar ons het kon aangaan op een of ander manier. Maar dit is dan hoe ons begin het. Ek het om verder aan te gaan met my ervarings en ver genoeg. Ek het moes maar saam met die ander kinders eet wat hulle eet en speel waar hulle speel. En ons het maar mekaar aan die hand gevat. Ten spuite van al die tekorte wat daar was, in alle opzichte was daar tekorte. Ons het dan die mission gehad as beskermheer, die katholieke kerk. Dus die Rooms-Katholieke mission dat die van praat? Ja, die Rooms-Katholieke kerk was die kerk wat ons beskerm het en wat ook vir ons voorsien het van klaskamers, accommodatie en alles. Die vader het eerst in 1939 daar kon bly. Maar die grond was al gekoop in 1935 ver genoeg plaas deur Wyle Biskop Vaage en soos ek my vader klein gehoor het vir 'n bedrag van 50 pond was die groot plaas gekoop. Dit sal miskien nou vandag klink na niks, maar na die tyd was dit 'n groot bedrag geld. Maar so alles deur gepraat, het ons toch gevoel dat daar was nie bekwame onderwijsers genoegzaam om die schoolkinders bij te staan nie. Die groot meerderheid van hulle was ongekwalificeerd. Hulle het miskien maar net standaard 6 gehad, maar dit was of hulle of niks. Dit was of hulle of niks. Het u voortgegaan om gekwalificeerd te word, terwijl u gewoon het op ver genoeg? Nee, ek het net tot standaard 6 daar moes dan ook aan school gaan. En toe het ek in 1947 het ek klooster toe gegaan. En die klooster was waar nou? Die opleiding wat ek gekry het was in Bonsiekans langs die Oranje rivier. So ek het van die Olifantsrivier na die Oranje rivier toe beweeg. Jong sien van omtrent 14, 15. Ek kan met dankbaarheid terugdink en sê baie dankie aan die nonne wat daar was, die priester Vader Klein wat daar was, die broeder wat daar was, broer Thomas, en natuurlik die onderwyleke onderwysers, alhoewel hulle ongekwalificeerd was, het hulle beste gedoen. Ek het toe, soos ek sê, ons op kans toe gegaan en 2 jaar kloosteropleiding gekry by die priester daar en in 1949 toe het ek Kaap toe gegaan en toe het ek in Parow my standaard 7 en standaard 8 gedoen by die Holy Cross Sisters en ek het ook toe 2 jaar onderwijsopleiding gedoen in die Selle College, ja. En soos ek nou aangegaan het, het ek toe maar, toe is ek gevra deur my owerstes om in Rienvasmaak te gaan onderwijs. En ek het daar vir 7 jaar in Rienvasmaak onderwijs. Waar is Rienvasmaak? Verskoon? Waar is Rienvasmaak? Rienvasmaak is, soos het vandag bekend staan, Noord-Kaap. Is ook hele eind omtrent 30 kilometer plus weg noord van die Oranje rivier. En dit is een reservaat. Dit is eindelijk wat hulle destijds genoem het Bantu reservaat. Maar die mense was eindelijk nou van Damara herkomst geweest en dit was vir hulle ook moeilik. Die regering het hulle gesien as een zwart kol. En het eers leke priester diens gaan nou dan? Ek het mis nou nie as priester daar gewerk, ek het net as broeder daar geonderwijs, vir 7 jaar, net geonderwijs as 'n broeder in die kerk.
Maar ik het gehoord aan die congregatie, ik hoor nu nog natuurlijk aan die congregatie, aan die Oblates of St. Francis de Sales. Oblates of St. Francis de Sales, dus die congregatie waaraan ik behoor. Toe wanneer kom je toen nou weer terug naar je geboorteplek toe? Nee, ik het maar eerst toen nadat ik, ik het mis nou maar net gekomen van vakanties nou en dan. Ik het nooit weer in Vredendaal kom blij soos kom daar wees en werk en so aan. Ik het nooit gewerk in Vredendaal as een kloosterling of as een priester of so nie. Ek het maar net my mense kom kuier, my familie. Maar nou goed, ek het toe nou vir die 6 jaar in Riemvasmaak onderwijs en toe as een broeder. En ek het toe, maar my begeerte was van kleins af om priester te word. Van kleins af. Ek het ook maar seker die inspiratie gekry by die priesters wat daar gewerk het. Soos Vader Klein en broer Thomas en ander priesters en kloosterlinge. Maar het is ons nou maar soos hulle sê, dit is een roeping van God. Dit is een roeping van God. De facto is het een roeping van God. Wat maar so by jou kom soos God vir Samuel geroep het, toe jy in die tempel geslaap het, saam met die ou profeet Eli en so aan. He. Ja. Ja, dit is wat God gedurende tyd doen. Hy roep ons vir een of ander saak. Hy doen dit nie soos ons het nou, persoon tot persoon nie, maar hy doen dit op sy manier. Dit vind inklank in ons binneste, en jy kom dit achter. Jy kom dit achter. Dit is iets soos wat gedurig na jou toe kom. Ek het byvoorbeeld in dieselfde manier, jy het misdrome wat jy droom, en begeertes wat jy het en so aan. Maar een van die dinge wat ek gedroom het, as ek kan afgesien nou van die roeping wat ek gevoel het, ek sit en kyk nou so na die rooi sand hier so. En toe ek een kind was, gespeel het in die sand en so, en met die nat grond het ons miskien nou betekere, soos hulle sê, kastele gebouw in Spanje. Ons het as seens paaie gemaakt met die grond en die sand geskeer en so aan. Ons het drome gedroom. Dit is nou maar net soos die Bijbel vertel van Joseph van Egypte wat ook drome gedroom het. Maar nou ja, dit is nou maar soos het is in elke mens lewe is daar dinge wat by jou opkom en begeerd is. My droom was dat hierdie rooi sand of soort gelyk sal een dag toch vir ons omgeving iets beteken. En sowel as waar, dit het toch een waarheid, een werkelijkheid geword. Kijk net van de Makwesens, die mijn wat nou hier grens haar aan Kokonap, waar daar ook so baie rooi grond is, en sand en sovoorts, nee. En toch, die mijn wat ons nou noem Tronox, was die oorspronkelijke naam altijd geweest, Namakwesens. En dit is een voortreffelijke mijn, soos het nou is. Maar weer eens, jy kan op een of andere manier ook droom, al is jy nou nie een profeet, sy kind nie, al is jy nou ook wie of wat God praat met jou deurgaans. So, maar nou jy wil weet van hoe ek nou verder aangegaan het met my opleiding en sovoorts. My droom was om ook een priester te word, en aan die einde ek het toe weer 4 jaar na ek die 6 jaar in Riemvasmaak geonderwees het, het ek toe 4 jaar weer in Springbok en Maaikies Kloof ook by een katholieke school geonderwees. En een mens kan net dankbaar wees vir die feit dat die kerke so daar die tyd ingestaan het vir die staat om skole daar te stel vir die opleiding in die onderrig van ons jong mense, kinders. Jy moet net ook onthou dat die oorlog het meegebring dat sosiale probleme opgedek het, maatskaplike probleme het opgedek, as gevolg van die feit dat die mans na die oorlog toe opgeroep was. Daar sal sulke dinge plaasvind, huwelike het opgebreek, daar was verwaarlosing en wanpraktyke en sovoorts, maar
Toen moest die kerken intree, al die kerken, soos die, die sendingkerk van destijds, en die sendingkerk wat nou die VGK is, hulle het kinderhuise daar gebring, daar gestel, en behartig. Die katholieke kerk, Rooms-Katholieke kerk, het kinderhuise behartig, gehelp met die versorging van kinders, wat die staat dan weer naar die kerke toegestuur het, vir versorging. En so is het met al die ander kerke in Suid-Afrika. Maar ek weet mis nou van wat hier in Vredendaal gebeur het. So is die kerke gehelp met die onderwijs, so het die kerke ook weer later die staat gehelp, die samenleving gehelp, met die opleiding en opvoeding en die verzorging van wat ons destijds genoem het die welsynkinders. Welsynkinders, seuns en dogters. Wat meegebring was deur die oorlog. As gevolg van die Tweede Wereldoorlog. Dit is een ding wat ons nooit sal kan vergeet nie. Dat die kerke daar voltijds ingespring het om die staat te help, om die samenleving by te staan. En daarmee het die kerke groot bijdrage gelever. En ek dink nog al terug aan die mooie daar toe. Bijvoorbeeld meneer Haan, A.B. Haan hier in Vredendaal, na die stasie ook, die principaal was van een school, wele meneer A.B. Haan, hy staan uit in my gedagtes en in my memories, oor wat hy gedoen het vir ons kinders in Vredendaal, en meneer Goedam en ver genoeg. Ja, die... Vader Obie sê vir ons, bestaan ver genoeg? Ver genoeg bestaan nog, die en plaas. En gaan hulle nog voort om... Die opleiding daar te doen? Misschien toch? Doen hulle nog opleiding op vergen? Nee, kijk, toe die school toegemaak was, ek denk die school is, ek is nou nie seker nie, die primaire school in ver genoeg, die RK school in ver genoeg, is toegemaak, sê dit so 10 jaar, 12 jaar gelede, as het so lang is. En hulle, die staat het nou een mooie school gebouw hier in Vredendaal Noord, en die school... Die klaskamers staan nou maar net daar. Ek het nou onlangs verneem, die staat wil nou weer van die klaskamers gebruik. Het nou al onze ooste gevra om kyk of ons, of hulle nie kan die klaskamers weer gebruik vir die opleiding van jong manne en jong vrouwe in sekere vaardighede. Die ouders is al oorlede? My ouders is al oorlede, ja. My maat in 45 gesterf en my pa het in 71 gesterf, net na my priesterwijding. Ek is in 69 priester gewy, soos ek al genoem het, ek het na my, toe ek in 1962 bedank het die onderwijs, 1962, het ek toe Amerika toe gegaan, einde 62, en per boot, 18 dagen op die see, en oor Kersfees en nieuwe jaar, because ons het die, ek en een ander medebroer, ons het die 16 december hier vandaan vertrek, uit die Kaap uit, met een vrachtskip, en 16 december, die oude Dinkgaansdag, vakantiedag, en ons het oor Kersfees en nieuwe jaar op die waters geweest, het nergens gestop nie, aan mekaar, met die bootgevaar, tot die 4 januari in Amerika, New York. Nou, ons, dit het my nou toegebring, my loopbaan nou hier in Vredendaal het nou geëindig, in de Makwaland het geëindig, en ek is toe nou, was nou in Amerika. Daar was ek vir 6,5 jaar. En ja, en soos het maar is, die aanpassings is daar, en met die klimaat, aanpas, jy moet by die klimaat aanpas, jy moet by die mense aanpas, maar ek moet sê, die oorgang was nogal vir my positief, baie positief, want onmiddellik het ek gehoor, iemand spreek my aan, sir. In Amerika. Daai was iets. Was een groot aanpassing en ondervinding. Een groot aanpassing. En met die taal, want hulle praat is net Engels daar. Excuse toch? Hulle praat net Engels. Hulle praat net Engels. Ja, ek was mis nou maar Afrikaans sprekend, soos het is. Ek het mis daarom nog bietjie Engels geleer. Ek het in die tussentijd my matriek
soos ons al het gesê, die post gedoen, afstand onderrig. Ek het my matriek met vrystelling gedoen deur een van die colleges op, op afstand. En toe ek nou daar kom, toe sal iemand my daar aanspreek of sir. Die eerste keer in my lewe dat hy woord so mooi geklink het in my ore. Nog nooit het iemand my aangespreek as sir, as daar die dametjie in Amerika. By een kliniek waar ons toe moes weer gaan om ons gezondheidsdokumente te wys, dat ons nie iets verkeerd aan ons lichaam het nie en sovoorts. Maar ja... Wat is jy in Amerika gaan doen, vader? Ek het eerst in de State of Maryland, daar was ek vir 6 maanden, net so oriënteringstijdperk deurgemaak en toe begin ek met my filosofiese studies in Niagara University in die State of New York. Daar het ek 2 jaar filosofie gedoen en soos ek sê by Niagara University en toe moet ek nou vir 4 jaar theologie en scripture doen in the State of Washington, D.C. Daar het ek toe 4 jaar theologie studeer en scripture. En... Toen na die 4 jaar, so hoe lang was jy in Amerika? Dit is net, hy 2 jaar en 4 jaar en 6 jaar. 6 jaar in Amerika, weer teruggekom, en toe wat hy weer kom vestig. Ja, ek het toe nou, ek en my collega, my medebroer, hulle was eindelijk 2 medebroers wat toen nou saam met my teruggekom het. Ons het toe, nou ons is hier georden in Zuid-Afrika. Ons was as die Hakens daar gewee in Washington. En ons het toe nou, ek is toe in Bakiesloof. Ek en die een medebroer is in Bakiesloof georden. En die ander medebroer was in Kaapstad georden, priester gewee. Ja, dit is hoe ons toe... in 69 ons priesterstudies klaar afgesluit het en ons het toen nog begin om te werk as ordained priest en ministers. Vader Koumis, ten slotte, as jy nou een hand van hierdie rooi sand moet neem en in die lucht moet gooi, waartoe wil jy die wind moet die sand neem sodat die generatie wat die sand in aanraking met die sand sal kom, hoe moet dit hulle lewens verander? Wat sal jy vir hulle sê? Ek sal hulle net vraag, tel daar die sand weer op en gooi dit maar weer op in die lucht en God sal bepaal waarin daar die sand waai. Maar dit sal definitief ten goede wees van die nageslag. Dit sal ten goede wees van ons nageslag. Ek sal nooit berou die feit dat ek in die sand gespeel het nie, en dat God my daar die insig gegee het om te kan eendag praat oor sand, en dit is daar die sand wat my herinner aan hoe God my geskapen het my gemaakt uit die grond van die aarde. Ja, en ons moet het waardeer, want ons sal nooit kan op 'n ander plek stap as op die grond waarvan God ons gemaakt het en waar het hy ons geskep het. Ja, so ek sal nog altyd ons jong mense vraag, gaan en studeer verder, lewe jou drome uit, realiseer jou gedagtes, wat net maar denke is, maar laat het werklike vrugte dra, vrugte wat bly tot aan die einde toe. Soos ek nou in ver genoeg bly, dink ek baie aan my kinderjare. Die rempies wat ons opgesê het, die koorkies wat ons gesing het op school, die liedjies wat ons gesing het, terwyl ons so in die veld gestap het, en hout gemaakt het, en huisie gespeel het, of net veldblomme gaan kyk het, en eindjies gegraaf het, en geëet het. Dit is wat ons gemaakt het, wat ons is. Ek het nou nie meer maaikies wat saam met my opgegroei het nie. Daar is net 1 sister wat nog lewe, 'n kloosterling, sister. Sy het saam met my al ver genoeg in die primêre skool gewees. Ek was sewe so 2 jaar voor haar, maar
Sy is die enigste een wat in die selfe fase van my primêre skooljare op skool met my saam was. Maar van die ander spanne het ek nooit weer eintlik tegekom nie. Ek kom sommige van hulle se kinders tee of hulle se kinders tee, maar my eie generasie jong seuns sien ek nie meer in die rondte nie. En maar wat ek graag nog wil doen is dat ek weer kan een van hulle net omhels en groet en sê man, dank die Here dat ons nog lewe. Daar is seker nog van hulle wat lewe in Doringbaai of Kokonap of Loetswil of nou Kaap. In die Kaap dink ek is daar nog van hulle wat toen in my hoërskooljare saam met my daar was. Maar ek sal nie nou meer Kaap toe kan gaan nie. Ek kan nie so vinnig loop nie. Maar ek is dankbaar vir die vir mense wat ek op my lewenspad ontmoet het. Mense met wie ek saamkom, juig en jubel, mense met wie ek kon saampraat oor dit wat seer gemaak het. Dit wat ons seer gemaak het en dit wat ons ook later gehelp het om te groei in wysheid en genade. Jy moet groei in dit, maar daardie vrugte wat kom in jou lewe moet jy weer deel met jou medemens. Aan mekaar, aanhoudend. Jy moet niks vir jouself terughou nie, want dan kan God jou nie nog verder weer iets gee nie. You've got to share with other people. You've got to inspire your brothers and sisters. You need to be a person of light. You've got to be a shining star somewhere where you are, where you move around and all that. So, en dit is wat ek graag wil vra vandag. Mag die paar woorde wat ek met u gedeel het, die gedagtes wat ek met u gedeel het, mag dit toch inslag vind in die harte van die mense wat ek mag hoor en sovoorts. En met wie u sal in contact kom en ook sê wie ek is en sovoorts. Ek is nou 85, as die Heere my spaar, sal ek nou 85 word, ek is nou 84, ek ga in oktober, 23 oktober, as ek 85, as ek so lang lewe. But one thing I would like to stop and end with is, life is worth living. And life is definitely worth living for all of us, even though we go through dark times and difficult times and sad moments. There's always a helping hand to get me up on my feet and to let me move on until the Lord calls me home.